Alle festiviteiten voor vandaag zijn afgelast, maar we willen toch een speciaal tintje aan deze Vrijheidsdag geven. Door bij het Bevrijdingsmonument een boeket bloemen neer te leggen om onze bevrijders daarmee te eren. Jullie hebben afgesproken om dit eigenlijk in stilte met de regiegroep zelf te gaan vieren op een bijzondere manier in deze tijd. En zijn jullie met z'n allen hier? Bijna wel. De groep is bijna compleet. Twee mensen konden er niet bij zijn, maar voor de rest is iedereen die in de regiegroep actief is, die is hier aanwezig. En ondanks deze bijzondere gelegenheid, hebben jullie toch nog wat festiviteiten die doorgang zullen vinden of helemaal niet? Op dit moment niet, misschien later om een later moment dit jaar. Maar zolang alle strikte beperkingen er zijn vanuit de regering, hebben wij geen activiteiten. En dan is het des te bijzonder dat jullie toch met de regiegroep zelf hier dit hebben kunnen doen door toch een soort krans te gaan leggen. Ja, dat hebben we gedaan. We hebben ook wel de vlaggen hebben we verspreid in de stad voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Die hebben een vlag gebracht, die hebben ze gekocht. En voor de rest blijft het alleen hier bij het boeket bloemen leggen.